Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag niks over make-up, maar over haren. Ik ga vandaag de Moroccan Miracle Hair Mask testen van May Beauty. Dit is een masker waardoor mijn haar zacht moet worden. Het moet smooth worden, het moet weer gaan glanzen. Mijn haar is heel dood door al het gebleek en geblondeerd en gestijl. Zoals je al wel kon zien in mijn vorige video's, heb ik mijn haar heel vaak stijl. Ik ben nu even gestopt met stylen omdat ik gewoon even mijn krullen wil laten en even mijn haar gezond wil laten worden. Dus dit masker kwam heel handig uit om uit te proberen. En aangezien mijn haar heel droog is en juist helemaal niet meer zacht, kan ik goed het verschil zien of dit het echt zacht maakt. Dus ben je benieuwd naar dit masker en wat ik ervan vind, dan blijf gewoon even de video kijken. Nou, ik zit hier nou lekker in mijn badjas en ik heb net mijn haren gewassen, want ik had een knot in en ik maak mijn haar altijd helemaal vol met gel om het mooi strak te maken. Dus mijn haar was helemaal vol met gel, dus ik moest het even wassen. Ik heb hier het haarmasker. Op de voorkant staat gewoon de naam en wat hij doet. En op de achterkant staan de gebruiksaanwijzingen. Dit masker bevat keratine, eiwitten en arganolie. En dit zorgt ervoor dat je haar heel diep wordt verzorgd. Het is dus gewoon een haarmasker. En als het goed is, als ik dit masker heb gebruikt, ga ik meteen verschil voelen. Dan wordt mijn haar heel zacht, heel smooth en heel glanzend. Dus ik hoop dat dat ook echt gaat gebeuren en dat ik het echt al meteen kan voelen. Want mijn haar is best wel droog en het heeft echt best wel voeding nodig. Dus dit masker komt er wel echt heel handig uit. Mijn haar is ook een beetje dof geworden, want ik heb het vaak gebleekt, geblondeerd, gesteld. Want ik heb eigenlijk krullen. Maar ik heb het echt een jaar lang elke dag gesteld. En ik ben blond geweest, 2 keer zelfs. Dus mijn haar heeft echt heel veel moeten doorstaan. Dus ik ben benieuwd of dit masker nut gaat hebben en het iets zachter wordt en glanzender. Daar ga ik voor. Ik wil meer glans in mijn haar en dat het zachter wordt. Nou, je moet dus eerst je haar wassen en dan dit masker doen op handdoekdroog haar. Dan als je het masker op je haar hebt gedaan, dan moet je het een beetje inmasseren en dan 30 minuten wachten. En dan mag je het eraf halen en mag je je haar gaan wassen. En dan als het goed is, zie je verschil. Nou, ik ga het even proberen dus. Mijn haar is nu al wel handdoekdroog, denk ik. Nou, dit is dan gewoon mijn haar. Ik ga het even een beetje uitborstelen. Nou, ik heb het helemaal geborsteld en nu is het wel handig droog. Ik ga het dan nou gewoon even openmaken. En dit is dan wat eruit komt. Het is een soort mutsje voor je haar. Je moet dit dus op je hoofd doen. En dan je haar erin doen en dan vastmaken. Even kijken hoe ik dit het beste kan doen. Ja, hier binnen zit dus al het vloeistof. Oké, dan doe ik even mijn haar gewoon een soort van omhoog. En dan moet ik gewoon dit masker zo opdoen. Het is wel echt een hele grote muts. Het is echt te groot voor mijn haar. Voor mijn hoofd bedoel ik. En dan moet je dit losmaken en dan kun je het vastmaken. Oh, ik heb hem gewoon eraf getrokken. Oh, je moest hem zo... Oké, wacht. Ik ga het even anders doen. Ik heb hem dus losgetrokken. Dat moet je dus niet doen. Even kijken. Ik wil het wel echt strak op mijn hoofd hebben. Ik ga het nou alsnog even hiermee plakken. Vastplakken. Oh mijn god, het gaat weer los. Dit stickertje plakt niet echt heel goed. Nou, het zit vast. Nou moet ik het een beetje inmasseren in mijn haar. Het voelt heel koud en heel nattig. Het gaat gewoon weer los. Ik ga het even vastmaken met iets anders, denk ik. Dit heeft zo echt geen nut. Dit is echt het meest slechtste plakkertje ever. Ik ga het even extra met dit clipje vastmaken. En dan doe ik alsnog dit erop. Hopelijk is het nou iets beter vast. Ik ben het nou gewoon in mijn haar aan het masseren. Nou, ik heb het er best wel goed in gemasseerd, denk ik. Het is heel nat en heel koud. Ik ga het er nou een half uur op laten en dan kom ik zo terug. Nou, ik heb het 30 minuten in mijn haar gelaten. Ik vond het mutsje wel echt niet fijn, want het ging steeds los en het zit gewoon niet goed. Dus dat vond ik echt een nadeel aan zo'n muts. En niet een gewoon normaal haarmasker waarbij je het gewoon in je haar doet en dan gewoon wacht. Zonder een muts. Ik vond de muts sowieso niet heel fijn, want je hebt niet echt de controle van waar het vloeistof in je haar gaat. Met een gewoon haarmasker doe je het gewoon in je haar en dan weet je precies dat het echt overal in zit. Maar met dit mutsje twijfelde ik een beetje of er wel overal genoeg van die vloeistof kwam en of het ook wel echt in mijn haar ging. Want toen ik hem ook afdeed was er op sommige plekken meer spul dan op de andere plekken. Dus dat vind ik wel echt jammer. In de douche voelde mijn haar al heel zacht aan, dus
Ik ga het nou even voelen en kijken wat ik ervan vind. Ja, ik vind mijn haar wel echt heel zacht. Het is een stuk zachter dan met gewone conditioner. Dus ik heb wel het gevoel dat mijn haar echt heeft gevoed. Ik weet pas echt wat ik ervan vind als mijn haar droog is. Want dan voel ik het echt op het best. Dus ik ga nou gewoon even mijn haar laten drogen. Ik laat gewoon lucht drogen, want de föhn is niet goed voor je haar. Dus ik probeer altijd zo min mogelijk te föhnen. En dan ga ik me ook even opmaken. En dan kom ik straks bij jullie terug om te vertellen wat ik ervan vind. En of mijn haar echt zachter is en echt meer glanst. Tot zo! Nou, daar ben ik weer. Ik zie er een stuk beter uit dan net. Echt catfishing 1.0. Ik heb me helemaal opgemaakt. Ik heb mijn haren gedaan. Wat vind ik van dit masker? Ik vind hem top. Mijn haar voelt oprecht zachter aan. Het voelt echt niet meer zo stroef. Onderin nog wel, want mijn haar is gewoon eenmaal dood van onderen. Dus dat zal niet via één masker helemaal worden opgelost. Maar het is echt een stuk zachter. Ik voelde het al in de douche toen ik het aan het uitwassen was. Maar nu het helemaal droog is, voel ik echt super goed het verschil. Ik heb ook dit eruit gewassen met alleen water. Ik heb geen shampoo of andere conditioner gebruikt. Dus wat ik nou voel is gewoon echt door dit masker. Dus dit masker heeft het echt zachter gemaakt. Of mijn haar nou ook meer glanst, ik kan dat gewoon echt niet zien. Mijn haar is gewoon zo donker. Ik zie geen glans. Het is gewoon als eerst. Ik zie verder geen verschil in de glans. Ik voel wel echt heel goed verschil. Dus dat vind ik echt heel fijn. Dus ik denk dat dit masker mijn haar ook echt heeft gevoed. En het echt werkt. Zoals ik al zei, ik vind dat mutsje ding helemaal niks. Maar voor dit effect zou ik het zeker vaker doen. Ik heb andere maskers gebruikt waardoor mijn haar echt niet zo zacht werd. Af en toe heb ik gewoon iets van, ja, had het wel nut. Maar met dit masker, ik heb het nou echt al 8 keer herhaald. Het heeft mijn haar echt zachter gemaakt. Zit je nou te kijken en denk je nou van, hey, ik ben ook wel benieuwd naar dit masker en ik wil hem ook wel uitproberen. Je kunt hem bestellen bij www.maybeauty.nl. Ik zet het ook hier beneden in de beschrijving. Ik heb ook een leuke kortingscode natuurlijk weer. Dat is SARAHAIR30 en dan krijg je 30% korting. Ik word hier niet voor betaald. Ik heb het wel gratis gehad, maar ik word absoluut niet betaald. Ik praat er alleen over als ik het echt goed vind. Ik test gewoon alles uit van Maybeauty. Vind ik het niks, post ik er ook niks over. Maar dit masker heeft mijn haar echt zachter gemaakt. En ik weet zeker dat als jullie het ook uitproberen, je haar ook echt een stuk zachter wordt. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week, elke dinsdag en zaterdag om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. En die komt dinsdag om 1 uur. Doeg!